De mensen die hier komen, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking. En zij komen hier voor dagbesteding. En dagbesteding is er louter en alleen op gericht dat mensen overdag iets te doen hebben. Maar het is natuurlijk belangrijk voor iedereen dat je ook iets zinvols te doen hebt. En daarom is het atelier voor mensen die creatief zijn bij uitstek geschikt. Wat we maken zijn schilderijen en ook wel objecten. Dus zoals ons kale gordijn, dat is een prachtig ding. En lampionnen. We hebben vlaggetjes die heel mooi zijn. Waar heel veel werk in zit om te maken. Maar die ook in het eindresultaat prachtig zijn. En we maken schalen. Bamboeschalen die beschilderd worden met huisjes en diverse motieven. Dat is ook bij uitstek herhalend werk. Waar ook heel veel mensen hun ei in kwijt kunnen. En ook heel veel creatief werk. De schilderijen en het vrije werk. We hebben een clubje van ongeveer 5-6 mensen die dus heel veel schilderijen maakt. Zij worden begeleid door professionele kunstenaars. Toen ik pas hier was, toen ben ik met verschillende materialen begonnen. Met zand en gips en met je vingers verven. Met klonterige verf verven, dus heel erg bazaal. En Bjorn die vond dat geweldig. Zand strooien op een groot wit doek. En met lijm dat vastplakken, terwijl hij veel moeite heeft met zijn motoriek. Maar hij deed het allemaal. En hij zat echt te juichen. Hij vond het prachtig. Dat is dus heel duidelijk dat hij af is. Het kenmerkende van Marjan, haar werk, is vooral dat zij alles met heel veel geduld doet. Ze tekent het eerst, zet het op met potlood. Allemaal stevige figuren die ze neerzet. Gerda is idolaat van vrouwen. En die tekent alleen maar vrouwen met borsten. Maar als je heel goed kijkt, zit er een heel verhaal in. Koen die doet het allemaal uit zichzelf. Die begint en die houdt van heel veel gevaar en spanning op papier. Dus Harry Potter en Voldemort en duivels. De vrije kunst is om je vrij te voelen wat je maakt. En daar zijn deze mensen eigenlijk heel erg geschikt voor, vind ik. Ze laten zich niet belemmeren door conventies of door vooropgezette ideeën. En maken gewoon wat er in hun opkomt. Wat ik zo mooi vind aan deze mensen is hun spontaniteit. Dat de mensen heel erg puur zijn. Iedereen die hier binnenkomt, die na verloop van tijd, mensen zijn gewoon ontwapend. Managers, directeuren, mensen van buitenaf. Ze zijn gelijk, je ziet gelijk, ze praten met mij. En ze praten met een gehandicapt in hetzelfde gesprek. En gelijk valt de formaliteit valt weg. En dat je gelijk ziet, dit ben jij gewoon. Je kunt je niet verbergen met deze mensen. En voor mij betekenen ze dat ik dat we plezier hebben, zeg maar. Elke dag heb ik plezier. Ja, deze plek is vet gaaf. En het is echt vet hier kan werken. Het is echt cool. Atelier Wil Rempel zit op de Dreef in Zutphen. Spoor over bij de Mars. Mensen zijn bij ons welkom bij ons te komen. En schilderijen te bekijken. Schilderijen uit te zoeken om te verhuren. Voor exposities. Maar ook gewoon een product te kopen. Wat wij doen met de kunstwerk die we hebben, zeg maar, is dat die geëxposeerd worden. Bijvoorbeeld bij de Kunstatelier in Zutphen. En daar hebben we dus een speciale samenwerking mee. Die bestaat eruit dat ons werk daar hangt en verhuurd en verkocht wordt. En dat we dus ook vaak onze spullen daar verversen. Dus altijd nieuw en actueel werk wat daar hangt. Stimuleren waar ze goed in zijn. Laten gaan zoals ze het zelf doen. En dat komen prachtige dingen uit voort.